Jules van Kleinput op de krukken, hoe voel je je? Ja, fantastisch. Heel het seizoen hard voor gewerkt en zo. Supporters zijn achter ons en blijven staan. Heel moeilijke periode gehad, ook met schandaal en zo. Maar deze is voor de supporters, voor de spelers, fantastisch. Hier hebben we heel hard voor gewerkt en iedereen is super content. Wat een waanzinnige wedstrijd op sommige momenten. Ja, super spannend. Dus, we komen dan goed voor en dan komen we met die goal terug tegen. Wordt het moeilijk, maar toch heel het hoofd koel gehouden. En dan die goal, fantastisch. En dan samen vasthouden, dat is super. Je bent zo kalm, man. Ja, ik ben van nature een kalm, maar van binnen is dat ontploffen, geloof mij. We gaan, dankjewel Jules, we gaan proberen om doelman Vrips erbij te halen. Michael, kijk eens achterom. Je bent kampioen. Je bent kampioen. Michael. Wat moet ik zeggen? Wat zegt jouw hart? Ik ben zo blij. Ik ben hier zo hard voor gewerkt. Wat gaat er allemaal door jouw hoofd op dit moment? 1000 gedachten. Zo blij. Zo blij. Zo blij. Dankjewel. En de manier waarop? Waanzinnig. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Oh. Is dit een van de meest emotionele momenten uit je leven? Het is het mooiste ook ooit heb meegemaakt. Ik ben zo blij om dit te mogen meemaken. Kijk wat voor club, man. Ik ben echt blij. Dankjewel, Michael. Geniet ervan. Arjan Swinkels, ik ga je even moeten vasthouden. Ik ga je moeten vasthouden, want anders gaan ze je meepikken. Ik denk dat er heel veel pruiken gaan verkocht worden. Ik weet het niet, maak me niet zo heel veel uit wat er gaat gebeuren. Maar de komende dagen gaan we 12 veel vieren. Want je hebt een heel seizoen zo hard moeten strijden. Iedere week wordt verwacht dat je wint. Ja, dan heb je gewoon stiekem toch veel druk. En dan had je het twee kansen laten liggen in de competitie. Ja, en dat je het dan op deze manier zo afmaakt. Ja, dat is fantastisch en je ziet wat het met de mensen doet. Dus ja, voor ons groot compliment voor iedereen hoor, die hier het hele seizoen zich rustig heeft gehouden. Ondanks alle perikelen die buiten het voetbal omgaan. Want uiteindelijk doet het natuurlijk wel iets met iedereen. Maar we hebben het zo goed mogelijk buiten de deur gehouden en dat je het dan zo kan afmaken. Ja, dik en dik verdiend. Ook als je gewoon kijkt naar het hele seizoen. Dus, apotheose op deze manier dan, die spanning, dat is geen schokken. Ja, precies hetzelfde als vorig jaar, alleen dan andersom. Dus ik ben blij dat ik nu aan de goede kant van de score sta. Dus ik ga ervan genieten. Geniet ervan. Dank je. We gaan ook Gustav Engvall erbij proberen nemen. Gustav, how you feel? I feel amazing now. I mean, this is what we did for our season. And this is why I came to cover Mechelen to have this feeling now. So that's great. Can you bring it to words? Can you put it to words? How big the pressure was with everything going on? Everything that went on off the pitch. Yeah, I think we've been through a lot in this club. Everything happened besides football. I think this proved that we're the strongest team, we're the best team, and we deserve this for sure. Then maybe they're all. Maybe there are some relatives of you watching this via live stream in Sweden. Yeah. You can speak to the camera in Swedish. Say hi to them. Det var så hej alla svenskar. Fucking gött att vi vann. Nu är vi fucking promotion. Det är dags. Tack. Officiellt. Gustav. Well, thank you. Wouter Franken. Waar is Wouter Franken? Joachim van Damme en de coach die mag erbij komen. Kijk eens aan. De emotie na die titel. Ja, Joachim van Damme, nu kan je het eens laten gaan. Hè? Wat zegt jouw hart? Ja, dat is fantastisch. Ik vind de woorden al moeilijk. We hebben lang moeten zwoegen en zo'n climax kan zijn, dat is fantastisch. Die druk werd heel groot, ook de extra sportieve dingen. Dan wordt hier altijd gezegd, dat leeft niet in de groep, dat proberen we weg te houden. Maar klappen ze uit de biecht, was het toch niet zwaar? Ja, onrechtstreeks had dat geel jaar werd geschreven, automatisch speelt dat wel een beetje. Maar we hebben dat vandaag van ons afgespeeld en we zijn de verdiende winnaar. Wat heeft die Franken voor jullie geregeld voor de wedstrijd? Hingen er artikels op? Was er een filmpje? Hoe ging het? Hij heeft ons een bepaald motivatiefilmpje gegeven. Maar wel bepaalde emoties bij ons losbraken. En dan zag je wel hoe vurig we aan de wedstrijd begonnen. Dat is zeker geholpen. Waarom is hij een goede coach? Allround denk ik. Vooral goede people manager. Hij laat iedereen in zijn eigen waarde. En dat is heel belangrijk. En tactisch gezien heeft hij heel sterk neergezet dit seizoen. We gaan hem erbij al. Blijf nog even hier. Wouter. Proficiat, Wouter Franken. Het mag allemaal van je afrollen nu. Zeg het maar.
Ja, dat is waar. Maar we hadden het gewoon nog altijd bij het sportieve. We waren gewoon de beste van de reeks. We hebben in de competitie laten zien over twee periodes. We hebben het vandaag ook terug afgemaakt. In een hele moeilijke beladen. Twee wedstrijden. Chapeau aan de spelers. Kan je al even heel nuchter toch één sportieve vraag die ik ga stellen? Penalties, wat was het allemaal? Rood, hoe heb je die details beleefd? Ja, je wist dat een geladen wedstrijd ging worden, dat zo wel op die dingen kunnen aankomen. En ik denk dat we als groep er wel boven zijn blijven staan, maar op het moment dat zij scoren, dus na de onderbreking zal ik zeggen, zijn we te plat uit de kleedkamer gekomen. Te weinig rust in het spel, waardoor we ze eigenlijk in de match laten komen. Maar goed, als je het dan op die manier nog kunt binnenhalen, is mooi. Hè. Toen je een titel pakte in Provinciale bij Gravelo, heb je buikschuivers gedaan in de kantine. Wat ga je vanavond doen hier? Wat ga je doen? Ik heb niet verstaan. Ik denk dat je... Kampioenen! Dankjewel, Wouter Franke, en geniet ervan. Ja, merci. De heer Timmermans, de heer... Ja, daar zijn we dan denk ik. De heer Timmermans staat bij ons. U wilde wat zeggen, meneer? Onze echte voorzitter. Wat heeft u daarop te zeggen? Ik ben bestuurder op dit ogenblik bij KV Mechelen en een gelukkige bestuurder, rekening houdend met het resultaat van vanavond. Hebt u een sterk hart? Het feit dat ik hier sta bewijst volgens mij dat ik een sterk hart heb. Alhoewel dat ik het toch wel de tweede helft heel, heel moeilijk had, dat zeg ik op in alle eerlijkheid. Het was bij momenten zenuwslopend, hè? Zo'n apotheose dat had ook niemand kunnen voorspellen. Kijk, wanneer dat je onmiddellijk na de rust 1-0 voorkomt, dan denk je, ja, Mechelen gaat misschien op dit elan verder gaan. We hebben dat ook geprobeerd, maar we worden daar uiteraard een beetje afgeremd door die penalty. Al dan niet terecht, maar de scheidsrechter blaast hem, dus voor mij is dat dan een terechte penalty. Het wordt 1-1 en dan hebben we toch wel even moeilijk gehad, maar ik denk op de spirit, op de begeestering, met het publiek, het ongelofelijke publiek hier in Mechelen, de 16.000 toeschouwers, dat we toch nog onze slag hebben kunnen thuishalen, gelukkig maar. En de euforie was dan ook immens toen dat tweede doelpunt viel. Bent u nu van binnen aan het ontploffen en uiterlijk heel kalm? Want u bent wel heel analytisch kalm, rustig, bij een titel. Ja, maar dat is zo bij mij. U bent zo? Ik ben zo, ik probeer zo te zijn. Ik vind dat ik ben niet degene die dat dan in euforie gaat uitbarsten of wat dan ook. Er is nog heel veel werk op de plank hier. We moeten rekening houden met de uitslag van vanavond. Moeten we beginnen te werken voor volgend seizoen. In 1A, daar ga ik vanuit. Dus er is heel veel werk nog. Maar we kunnen wel genieten van dit moment. En ik zal dat ook doen vandaag. Het is een sportief moment. Jullie hebben een heel mooie competitie gespeeld. Waarvoor heel veel respect. Maar u zegt het ook, er ligt nog veel werk op de plank. Wat komt er nu van Mechelen? Wat verwacht u dat er de volgende weken gaat gebeuren met deze club? Weet ik niet. U bent zeker van 1A. Waar baseert u dat op? Ik heb geen enkele aanwijzing of wat dan ook dat er hier iets verkeerd gelopen is. Dat er mensen iets gedaan hebben dat niet met het voetbal zou kunnen stroken. Wij hebben toch wel met de bestuurders die dat betrokken zijn in deze aangelegenheid gepraat. En wij kunnen ons niet van een indruk ontdoen dat hier absoluut niks aan de hand is. Proficiat en bedankt voor het gesprek. Jawel, dag gedaan. Oké, okay. Stop. Onur. Oei. We krijgen hier een champagne douche. Ja, Rob Schoofs, kom er eens bij. Je bent kampioen, man. Ja, inderdaad. Schitterend, hè? Ongelooflijk. Na zo'n wedstrijd, hoe heb jij dat beleefd op het veld? Ja. De sfeer was geweldig, hè? Net zoals vorige week ook. Maar vandaag ongelooflijke sfeer. Direct de eerste minuut moet het al 1-0 zijn. Een beetje het verhaal van de voorbije weken.